Dag Chris, op de beurzen heerst een berenmarkt, zoveel is duidelijk. Pessimisme troef. Anderzijds, we zitten volop in het resultatenseizoen en dan is de vraag, zullen goed presterende bedrijven daar nog de vruchten van plukken met stijgende koersen? En wanneer kan het sentiment wat gaan keren? Dat lijkt mij een kolfje naar jouw hand, Chris Kippers, als co-head equity research bij De Groof Peterkam. Als we beginnen, Chris, en we kijken nu naar de beurzen, volatiliteit, ongeruste beleggers, wat speelt er allemaal mee op de achtergrond? Als je vandaag naar de beurzen kijkt, zijn er een aantal factoren die de laatste jaren zeer makkelijk waren, die vandaag eigenlijk één voor één een beetje aan het wegvallen zijn. Ten eerste kijken we naar de interestomgeving. Die was natuurlijk door de pandemie zeer lang laag gehouden. Dat plaatje is een beetje aan het keren. Als we kijken naar de Verenigde Staten, daar hebben we onlangs zelfs een 2% overheidsobligatierendement gezien, wat we jaren niet meer gezien hebben. Dat houdt er eigenlijk op neer dat TINA, There is no alternative, eigenlijk stiltjes aan niet meer begint te gelden en dat er dus voor investeerders alternatieven zijn dan aandelen. Als we dan ook nog eens kijken, economisch gezien, komen we uit een periode natuurlijk waarin de groei makkelijk werd aangezwengeld door de steun van de overheden. Ook natuurlijk de obligatieaankopen vanuit de centrale banken waren ook nog ondersteunend voor de koersen. En dat natuurlijk geeft natuurlijk vandaag allemaal ten einde en dat zorgt voor een volatiel plaatje op de beurs natuurlijk. En intussen is er heel dat conflict ook rond Oekraïne. Speelt dat ook mee? Als we kijken natuurlijk, Oekraïne op zich is nog eens een extra laag daarbovenop. In een omgeving die reeds vol was voor de inflatieverwachtingen, die enorm waren gestegen. Vandaar ook die interestvoeten die omhoog zijn gegaan. En als we dan inderdaad zien dat in de volle winter de energieonzekerheid voor Europa, waar een economie die aantrekt, aanwezig is door inderdaad die mogelijke invasie. Ja, dat zorgt natuurlijk voor bijkomende volatiliteit. We zitten midden in het resultatenseizoen en dat leidt soms ook wel eens tot onaangename verrassingen, hebben we gezien. Hè? Meta, de moederholding van Facebook en Instagram, kreeg na een cijferupdate echt een klap van je welste. De koers daalde met 26%. Dat is ongezien, hè, voor zo'n groot bedrijf. Ja, als we kijken naar wat deze aandelen, we noemden ze tot onlangs nog de FANG-aandelen, de grote jongens zoals Apple, Amazon, Facebook en noem maar op, die hebben het eigenlijk zeer goed gedaan, omdat zij natuurlijk, ja, zij profiteerden eigenlijk van een economie in lockdown, zij konden blijven leveren, mensen konden blijven sociale media genieten en noem maar op. Dit is natuurlijk nu voor een stukje ten einde en als we specifiek inderdaad kijken naar Meta, ja, het is een groeiaandeel, maar als we kijken naar de laatste cijfers die hebben gerapporteerd, ja, dan stagneerde die aantal gebruikers rond de 1,9 miljard, wat eigenlijk een stabilisatie van de groei is en dat is een groeiaandeel niet meer groeit, ja, dan wordt die waarde natuurlijk voor de toekomst verdisconteerd naar vandaag, ook aan een hoge interestvoet, zoals we al zeiden. En dat kan natuurlijk een grote impact hebben op de aandelenkoers, zoals we gezien hebben. Wat zijn voor jou tot nu toe de positieve uitschieters van het resultatenseizoen? Als we kijken door de sectoren heen, zien we toch wel dat inderdaad de cyclische industriële bedrijven het relatief goed doen. Die hebben eigenlijk zijn aan het profiteren van een heropende economie, enerzijds. Ten tweede zien we ook dat eigenlijk de kostenbasis bij hen in de volle crisis enorm is aangepakt. En nu de vraag aanzwengelt vandaag, profiteren zij van die lagere kostenstructuur om inderdaad die groei te hebben, ook nog eens betere winsten en natuurlijk ja, sterke kasstroom, wat ook wil zeggen dat die balansen eigenlijk relatief gezond zijn. En de waardering, laten we eerlijk zijn, die is versus die techbedrijven waar we het daar juist hadden, enorm laag. En dat geeft dus inderdaad enorm veel support. Over welke bedrijven spreken we dan? Ja, als we kijken dicht bij huis bijvoorbeeld, zou ik zeggen de Aperams en de Bekaerts, die natuurlijk ja, geprofiteerd hebben van de crisis om veel kosten eruit te halen en die nu inderdaad mooie performances laten zien. Ook niet vergeten natuurlijk dat als je kijkt naar de sectorrotatie die ook bezig is van hoge technologische bedrijven of groeibedrijven naar die cyclische bedrijven, dat geeft natuurlijk ook wel ergens een technisch support voor deze aandelen. Wat leren de resultaten eigenlijk over de prestaties van de bedrijven aan het eind van vorig jaar? Heeft de economie het goed gedaan? Ja, we komen natuurlijk uit een periode waarin de economie een beetje in de lappenmand zat, pre-2021 natuurlijk. En dat zagen we ook heel duidelijk in het vierde kwartaal. Als we kijken naar de Eurostoxx 600, als we kijken naar de Dow Jones, ja, dan zien we dat daar toch wel de winst eigenlijk in het vierde kwartaal voor de Eurostoxx met 45% hoger was jaar op jaar. En voor bijna 30% in Amerika, wat toch wel enorme stijgende winstcijfers zijn. Als je het puur op absolute basis bekijkt, zelfs dan zitten we inderdaad op historisch hoge niveaus natuurlijk. Historisch hoge niveaus, een economie die sterk is gegroeid, dan is de vraag, is er nog potentieel voor dit jaar? En, aansluitend, zijn er nog koopjes te doen op de beurs? Ja, laten we eerlijk zijn, een aantal sectoren noteren vandaag aan relatief dure multiples, zoals we dat noemen. Anderzijds, als investeerders goed kijken naar bedrijven met een gezonde balans en in deze inflatieomgeving een goede pricing power, dat ze de prijzen op tijd kunnen verhogen om hun marges te vrijwaren, die mogelijk ook nog koopkansen hebben voor M&A te doen door een sterke balans die ze hebben, zien we toch nog wel mogelijkheden in zulke bedrijven. Maar natuurlijk, investeerders moeten zoals altijd hun huiswerk doen. Chris Kippers, bedankt en wordt vervolgd.